verzorgen ook zo spelen. Voor welke band zeker? We zien van Zoetjes aan uit Venneroy. Ja, we gaan hier door tot vanmiddag een uur of vier. En dan, dan zit het er voor ons wel op, ja. Dan is het van 12 tot 4, ja, dat is voor ons wel genoeg, ja. Al, ik geloof al een jaar of 8 of zo dat we hier iedere keer weer komen. En het is al leuk, al mooi publiek, dus ja, super. En het wordt ook gewaardeerd, Simper, hè? Ja, 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 lopers vinden het leuk. Maar ook de mensen, ja, je ziet het wel, terrassen zitten vol. Met zo'n weer natuurlijk, ja, dan gaat dat vanzelf. Het zit echt. En we zitten inmiddels in Tor. Ja, dat klopt. En je zit. Ja. Nou, dat mag je zeggen. Ja, ik zit, ja. Is het zwaarder dan wat je dacht? Ja, veel zwaarder, ja. Ja. Hoe laat ben je vertrokken vanochtend? 5 uur. Dat is al heel erg vroeg. Ja. En ik dacht om 8 uur binnen te komen, maar ik denk niet dat ik dat ga redden. Ga je daar nog verder? Ik ga wel nog een stuk proberen, ja. U heeft een prachtig hoofddeksel op, meneer. Functioneel voor tegen de zon. Hè? Nee, het is iets van Japan. Dat is een pilgrimsroute die ik daar gelopen heb op Shikoku. En daar is eigenlijk dit spulletje een beetje van afkomstig. En in het begin, toen ik het nog niet helemaal uitgelopen had, toen heb ik het dit een paar keer aangehad. En toen, op een bepaald moment was het overbodig. Maar dan kreeg ik zoveel commentaar van mensen, waar heb je nou je spulletje gelaten? Dus denk ik van, doe. Je moet toch wat niet te serieus nemen, vandaar. Je merkt de leeftijd wel. Je merkt vooral dat je stijf wordt. En dan, het is niet zozeer dat je de energie niet hebt, maar op een bepaald moment kun je geen grote stappen nemen, want het is net of je spieren wat ingekort zijn. En dat is wel hinderlijk. Ik denk dat ik nu iets van 15 jaar dat loop. En dat scheelt iets van 1,5 km/u. Dus dat verschilt wel aanzienlijk, maar ja, goed, aan de andere kant. Juist om te oefenen voor Japan. En, maar ja, ik vond het uiteindelijk zo leuk. En nu ook, ja, je kijkt er toch echt naar uit. Het is niet van een kwestie van ik heb het gelopen. Nee, het is ook het lopen op zich. Gewoon, hè, dus het is, maar het is niet omdat ik mezelf iets wil bewijzen of zoiets. Mijn leeftijd is daar niet zo belangrijk meer.